Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het 4 mei, de dag waarop we onze doden herdenken. Het is een andere dodenherdenking dan andere jaren, want we doen het eigenlijk van huis uit, het herdenken van die doden. Eerder vanavond heb ik samen met de rabbijn de namen van de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelegen en een krans gelegen met z'n tweeën, daar waar we anders met een hele groep staan. En vanavond op het Trajanusplein bij ons monument leg ik in mijn eentje in een krans, ook om dezelfde redenen. We mogen niet bij elkaar komen vanwege het coronavirus. Maar des te meer reden om van huis uit onze gedachten te laten uitgaan naar al het vreselijks wat 75 jaar geleden is gebeurd. We zijn al maanden aan het herdenken sinds in september vorig jaar, 75 jaar geleden, terugkeken op de operatie Market Garden. Wat dat betekende voor onze stad, voor mijn stad en voor onze regio. Heel veel mensen zijn omgekomen bij al die gevechten die leidden tot de bevrijding. Laten we naar hen denken. De militairen, burgers, die slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Maar ook al die familieleden en kennissen die met die wetenschap, met die drukkende wetenschap, hun leven hebben opgepakt en onze samenleving weer hebben opgebouwd. 75 jaar geleden zijn velen omgekomen om mogelijk te maken dat wij tegenwoordig in vrijheid kunnen denken. Een vrijheid die op dit moment iets beperkter aanvult, maar die nog steeds heel veel mogelijkheden biedt. Ook thuis. Dames en heren, jongens en meisjes, beste inwoners. Vandaag is alles anders, deze 4 mei 2020. We leven in een tijd waarin we voelen wat beperking van vrijheid is. De beperkingen van vrijheid waar wij nu mee te maken hebben, zijn voor onze eigen veiligheid en gezondheid. Ondanks die beperkingen hebben we nog steeds een fundamentele vrijheid. En die vrijheid is een groot goed. Wat wij danken aan mensen die hun leven hebben gegeven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom herdenken we vanavond traditiegetrouw allen, burgers en militairen, die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Mensen die zijn omgekomen voor onze vrijheid. Het jaarthema voor de bevrijding 2020 is verhalen om nooit te vergeten. Een mooi thema, want het zijn immers de verhalen die zorgen dat geschiedenis levend blijft. En de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog mogen wij nooit vergeten. Er zijn steeds minder ooggetuigen van wat er zich toen heeft afgespeeld. Juist nu, in deze tijd, is het belangrijk dat we de verhalen horen van de betekenis van vrijheid. Verhalen van 75 jaar geleden, maar ook verhalen van de dag van vandaag. Want nog steeds is vrijheid niet vanzelfsprekend. Iedereen kent wel een verhaal van de Tweede Wereldoorlog, zoals het verhaal van Ru Paré, geboren in Druten, die als tante zus 52 Joodse kinderen redde en daarvoor heel Nederland doorfietste. Om haar verhaal door te geven aan toekomstige generaties is er in Druten een straat naar haar vernoemd. Daarmee is haar verhaal vereeuwigd. Mensen als Ru Paré maken het verschil. Dat deden ook al die dappere mannen en vrouwen, jong en oud, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Oud-commandant der strijdkrachten, Peter van Uhm, schreef in het project Brief aan mijn bevrijder een aangrijpend persoonlijk verhaal. Ik lees daar graag een stukje uit voor. Aan hen die ik nooit gekend heb, maar aan wie wij zoveel te danken hebben. De generatie van mijn ouders en schoonouders, die kende velen van jullie nog. Wat waren ze blij toen jullie kwamen. Was jij die Canadese militair die door mijn vader werd geholpen om de weg te zoeken in de Achterhoek? Was jij die Pool die er alles aan deed om Breda zo ongeschonden mogelijk te bevrijden? Was jij die Amerikaan die mijn schoonmoeder sigaretten gaf voor haar vader en kaakjes voor haarzelf? Je weet wel, van die droge koekjes. De smaak ervan zou zij haar hele leven koppelen aan het gevoel van haar bevrijding. Ja, de generatie van mijn ouders en schoonouders, die kennen jullie. Zij hadden ook de terreur, de angst, de ellende en de onvrijheid van nabij meegemaakt. Niemand hoefde hen uit te leggen
hoe belangrijk vrijheid was. Zij voelden het. De generatie waar Peter van Uhm het hier over heeft, is ook de generatie van mijn vader en moeder. Ook zij voelden hoe belangrijk vrijheid was en gaven hun verhaal van oorlog aan ons, hun kinderen, door. Opdat die verhalen niet vergeten zouden worden. Wij leerden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat het soms moed vraagt om de juiste keuzes te maken. Ook nu nog. Dankzij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de moed hadden om juiste keuzes te maken, leven wij nu al 75 jaar in vrede en vrijheid. Vanavond kijken we naar de Dam in Amsterdam. Met de koning en de koningin, maar zonder publiek. Vanavond sta ik hier, zonder u. 75 jaar vrijheid. 2 minuten stilte. 2 minuten die juist dit jaar heel bijzonder zullen zijn. Het samen herdenken geeft een gevoel van verbondenheid. Ook als je niet bij elkaar bent. Vanavond herdenkt u vanuit uw huis. En tegelijkertijd met u herdenken vele anderen vanuit hun huis. Zo herdenken we toch samen in verbondenheid. We herdenken die wij nooit gekend hebben, maar aan wie wij zoveel te danken hadden. Laten we er zijn voor elkaar en beseffen dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Dat we daar samen dagelijks aan moeten werken. Laten we dat nooit vergeten. Beste dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag, 4 mei 2020, herdenken wij al die mannen en vrouwen, jong en oud, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ook staan wij stil bij allen die zich op dit moment inzetten voor de eigen vrijheid of die van anderen, waar ook ter wereld. Vrijheid die voor ons al duurt vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar, 2020, precies 75 jaar geleden. Vrijheid is een groot goed, waar soms te gemakkelijk mee wordt omgegaan. Het lijkt ook zo vanzelfsprekend, zo logisch bijna. Vrij zijn. De meesten van ons zijn immers in vrijheid geboren en opgegroeid. Het is nauwelijks voorstelbaar om te begrijpen wat het betekent om in onvrijheid te moeten leven, onderdrukt te worden en geen enkele kant meer uit te kunnen. Juist daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij ons leven in vrijheid. Want vrijheid geef je door, van generatie op generatie. 2020 is ook het jaar van corona geworden. Wereldwijd werken we samen om het virus te verbannen. En dat vraagt inzet van ons allemaal. Ik hoor mensen zeggen dat de huidige onzekere tijd doet denken aan oorlog. Het heeft in mijn ogen eigenlijk maar 1 overeenkomst. In de oorlog zochten we troost bij elkaar, kropen we bij elkaar. En dat is wat we nu eigenlijk ook zouden willen, maar wat helaas niet door kan gaan. Onbegrijpelijke maatregelen. Wat wel kan, is er voor elkaar zijn, maar dan op gepaste afstand. Voelt u die saamhorigheid, die gemeenschapszin? Ik weet hoe u zich voelt, want ik voel het zelf ook. Ons leven is veranderd, veranderd door een virus. Stukje bij beetje perkt het virus onze vrijheid in. Het neemt bezit van onze gedachten en zorgen voor onze dierbaren, medemensen en onszelf. Het doet onze verwachtingen over de nabije toekomst kantelen. Alles is anders geworden en niemand weet hoe we er aan die andere kant uitkomen. Als het virus is uitgedoofd, hoeven we niet verder te gaan met wat we al deden. We kunnen er ook voor kiezen om een nieuwe start te maken, met de liefde voorop. Het wij in onze harten, rust in onze tred en een diepe waardering voor deze prachtige aarde waarop we in alle vrijheid mogen rondlopen. Die vrijheid die 75 jaar geleden begon, moeten we vasthouden, koesteren en onderhouden.
Dat is een opgave die we samen hebben te doen, jong en oud. De oorlog kent ontelbare herinneringen. In elk gezin valt wel een persoonlijk relaas op te tekenen over de bezettingsjaren 1940-1945. Over de inzet van familieleden in verre landen voor vrede en veiligheid. Het zijn die herinneringen die ons blijven beseffen hoe broos vrede is. En ook welk onnoemelijk leed aan oorlogsgeweld is verbonden. Vele levens zijn gegeven voor onze vrijheid. Laat dat niet voor niets geweest zijn. We kunnen dit jaar op deze plaats niet met publiek herdenken. Maar we herdenken samen in verbondenheid. Ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. De vorm is anders. De inhoud, de betekenis blijft dezelfde. Vrijheid betekent dagelijks werken aan een samenleving waarin voor iedereen plaats is. Waar we naar elkaar willen luisteren en niet te snel oordelen. Waar nuance en verdraagzaamheid ons leiden en blijven leiden. Waar we effectief blijven bijdragen aan vrede en veiligheid. Een verplichting die wij aan onze gevallenen schuldig zijn. Een samenleving waar we voor elkaar zorgen en waar we er voor elkaar zijn. Juist nu. Laten we elkaar blijven aanmoedigen in dienst van de vrijheid. Dank u wel. Beste inwoners, vandaag denken wij aan de grote offers die gebracht werden voor onze vrijheid. Ieder jaar doen we dat op 6 verschillende plekken in onze gemeente. Door de maatregelen om het coronavirus te stoppen is er wel een kranslegging, maar dit jaar zonder aanwezigen. Iedereen is ook verzocht zoveel mogelijk thuis te herdenken. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij 4 mei, juist nu. De beperking van onze vrijheden die we nu ervaren doet ons wellicht voorzichtig beseffen hoe die beperking 75 jaar geleden moet zijn geweest. In september 1944 kwam er met de bevrijding van de Overbetuwe een einde aan een periode van onvrijheid. De tanks van de geallieerden rolden na operatie Market Garden de Betuwe binnen. Vlaggen met de oranje wimpel kwamen tevoorschijn. En de feestvreugde was maar ternauwernood te beteugelen, zo liet burgemeester Knoppers van Heteren aan een verslaggever weten. Helaas moesten er toen nog meer grote offers gebracht worden. Wat de bevrijding had moeten zijn, werd een beproeving voor de Betuwenaren. Een groot deel van de Overbetuwe raakte op drift. In Valburg alleen al streken eind september ongeveer 10.000 vluchtelingen neer. Hermine Asje uit Elst noteerde hierover de volgende woorden. Wij kregen bericht dat het beter is weg te gaan, maar waarheen? Deze 2 korte zinnen tekenen de angst en de onzekerheid die de bewoners van de Overbetuwe met elkaar gemeen hadden. In oktober en november van dat najaar werden nog veel meer mensen geëvacueerd. Naar Nijmegen, naar Eindhoven, naar Tilburg en uiteindelijk ook naar enkele plaatsen in België. Op aandringen van het Nederlands militaire gezag bleven er 4.000 mannen achter om te redden wat er te redden viel van het vee en de oogst. Doordat de Overbetuwe tot 2 keer toe onder water werd gezet, kromp het bruggenhoofd van de geallieerden tot een klein gebied rondom Oosterhout, Lent en Ressen. Nog maar 1000 mannelijke inwoners bleef over en het beroemde begrip Manneneiland was geboren. Daar maakten zij ook een soort van lockdown mee. Maandenlang verbleven de mannen daar in isolatie en was er weinig afwisseling in het dagelijkse bestaan. Een bezoek aan hun families in het bevrijde zuiden was zeker niet mogelijk. De rest van het bruggenhoofd werd het toneel van een bizar watergevecht. Meneer Jansma uit Randwijk schreef hierover een gedicht en ik citeer. Ons vruchtbaar land, door water overspoeld. Het werd door vreemde macht geteisterd. Wat hebben wij dat in ons hart gevoeld? Wij waren diep verbijsterd. In april 1945
werd de Overbetuwe voor de tweede maal bevrijd. Nu stonden er geen drommen langs de weg met mensen met vlaggetjes en bloemen. Het duurde nog maanden voordat de Betuwenaren weer terug mochten komen. Bij thuiskomst was de beproeving niet voorbij. Ze troffen hun huizen, boerderijen en kerken totaal verwoest aan. Achtergebleven bezittingen waren kapotgeschoten, stukgeslagen of geplunderd. En daar, in dat desolate en berooide land, stonden de kersenbomen alweer in bloei. De mijnen werden geruimd, de koeien keerden weer terug en de mensen raapten hun moed weer bij elkaar. 75 jaar later vormen deze gebeurtenissen nog altijd een eikpunt. Een eikpunt dat ons eraan herinnert dat we 75 jaar lang vrij zijn om te kiezen, vrij zijn om te geloven en vrij zijn om te zijn wie je wilt zijn. Dat is een groot goed en zeker niet vanzelfsprekend. Daar zijn grote offers voor gebracht. Vandaag, 4 mei 2020, denken wij aan hen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Burgers en militairen, mannen en vrouwen. Wij denken aan hen met respect en grote dankbaarheid, opdat wij niet vergeten. Dank u wel.